vandaag een open dag, omdat dit eigenlijk de enige gelegenheid is om publiek op de civiele constructie van de brug te laten lopen. Want vanaf maandag gaan wij hier op deze brug gaan wij ballast storten, gaan we dwarsliggers, gaan we het spoor opbouwen, gaan we bovenlijnen rijden. En vanaf 19 januari rijden de treinen. Nou, dan is het voor publiek nooit meer mogelijk om hier nog op de brug te komen. Een paar keer onderdoor gevaren en nu zie je het een beetje in aanbouw. Het is toch wel indrukwekkend als je er overheen kan lopen. De hoeveelheid beton. Ik vond het wel leuk, alleen had ik wel gehoopt dat er nog rails op lag. Ik sta werkelijk, misschien bij alle bouwwerken hoor, maar dit ook weer, dat ik denk, hoe kan dit nou? Over een maand gaan hier gewoon treinen overheen. Fantastisch, die organisatie die erachter zit. Het is koud, het is echt lekker winterweer. En ondanks dat weer komen er toch heel veel belangstellenden op af. Mensen zijn enthousiast, het is een unieke ervaring voor ze om over hun spoorbrug heen te wandelen. En dat trekt ze. Elke open dag die er was, zijn we aanwezig geweest. Dus we hebben eigenlijk van begin af aan hebben de opbouw meegemaakt. Wat ik ook heel leuk vind, dat wij als burger de gelegenheid krijgen om hier te komen kijken. Fantastisch. Den Bosch is een van de weinige stations waar we het complete layout in één keer vernieuwen. En we hebben op dat moment natuurlijk het mooiste station van Nederland.